Vandaag dan tot op de vraag van Ruud. Ruud heeft afgelopen jaar een burn-out gehad en is daar aardig van hersteld. Ruud is inmiddels weer aan het werk. Alleen, hij heeft sindsdien nogal vervelende klachten, want Ruud heeft sindsdien zowat dagelijks diarree. En dat is heel naar, vooral nu die weer aan het werk is, want die diarree die heeft Ruud eigenlijk elke keer nadat hij iets heeft gegeten, een paar uur daarna. Dan moet hij naar het toilet rennen, want anders krijg je een smeerboel. Dit heeft ervoor gezorgd dat Ruud op werkdagen overdag maar niks meer eet, want ja, hij wil niet steeds gedurende zijn werkdag naar het toilet hoeven rennen. De vraag van Ruud is, hoe kan het dat ik, sinds ik burn-out heb gehad, zo vaak diarree heb? Dat ik eigenlijk geen normaal ontlastingspatroon meer heb sindsdien. Hoe kan dat? Nou, Ruud, diarree is waterdunne ontlasting die er nogal snel uit moet en uit gaat. Aan de onderkant. Waar is dat het gevolg van? Nou, dat is het gevolg van het regelmatig belanden van je voeding in een slecht verteerde toestand in je darmen. Je voeding bestaat namelijk grotendeels uit wateroplosbare voedingsstoffen. Die wateroplosbare voedingsstoffen die hebben een osmotische waarde, dat wil zeggen een vochtaantrekkend vermogen. Wanneer je voeding niet verteerd wordt en als verteerde moleculen samen met vocht aan het begin van jouw dunne darmen in jouw darmwand wordt opgenomen en vervolgens in jouw lijf wordt opgenomen, maar in slecht verteerde toestand in jouw darmen onderin je darmen belandt, dan zullen alle wateroplosbare voedingsstoffen in jouw voeding in jouw darmen water, vocht aantrekken. Met als gevolg dat de opname van vocht in jouw darmwand niet plaatsvindt, want het wordt vastgehouden, aangetrokken door de slecht verteerde voeding in jouw darmen. En je darmwandspieren door een vochttekort zullen verkrampen. Ja, en dan krijg jij dus waterdunne ontlasting die je als een gek naar het toilet moet brengen, die je haast niet tegen kan houden. Diarree. Dat is dus het gevolg van het regelmatig belanden van je voeding, waaronder dus vele stoffen daarin aanwezig met een vochtaantrekkend vermogen, in slecht verteerde toestand in jouw darm. Dat betekent dus dat, aangezien jij met diarree kampt sinds jij een burn-out hebt gehad, dat sindsdien de vertering van je voeding niet goed verloopt. Dat jouw voeding dus sindsdien regelmatig in slecht verteerde toestand in jouw darmen belandt, daarvoor vochtaantrekking zorgt, dus darmwandspieren verkrampen als reactie daarop en jij naar het toilet moet vliegen. Kunnen we dat verklaren? Ja, want gedurende een burn-out raakt jouw lichaam uitgeput. Ben jij uitgeput? Uitgeput waarvan? Ja, onder andere van vocht en essentiële voedingsstoffen, welke je lichaam nodig heeft om jouw bloedwaardes op peil te houden, om de stofwisseling in jouw lijf met behulp van hormonen aan te sturen en op elkaar af te stemmen. En op het moment dat dat aan de orde is, dan verslechtert de voedingstoestand in je lijf en blijft jouw lichaam steeds moeite houden wanneer die tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen ontstaan en blijven ontstaan en vergroten. Met het stabiel houden van je bloedwaardes, het op peil houden van je bloedwaardes, en zullen jouw weefsels, waaronder je maag- en darmwandweefsel, steeds verder uitgeput raken van vocht en voedingsstoffen. Ja,
En als gedurende die periode van uitputting, gedurende je burn-out, je weefsels, waaronder je maag- en darmwandweefsel, steeds verder uitgeput raakt, uitgeput raakt, uitgeput raakt van vocht en voedingsstoffen, ja, dan gaan de cellen al daar, die gevestigd zitten in jouw maagwandweefsel en darmwandweefsel, dat zijn kliercellen, spiercellen en zenuwcellen, ja, verslechteren in werking, want die cellen die hebben vocht en voedingsstoffen nodig om goed te kunnen werken. Dat betekent dat gedurende een burn-out je lichaam steeds verder uitgeput raakt van vocht en essentiële voedingsstoffen. De voedingstoestand in je lijf steeds slechter wordt. Ja, en als gevolg daarvan ook je maag- en darmwandweefsel steeds verder uitgeput raakt. En de cellen al daar steeds minder goed kunnen werken. Ja, en dan, ja, op het moment dat jij iets eet, voeding in jouw spijsverteringskanaal belandt en dan moet verteerd worden. Maar ja, vertering kan enkel goed verlopen wanneer de cellen aanwezig in jouw maagwand en darmwand vocht en voedingsstoffen bezitten. Maar daar zijn ze gedurende de burn-out van uitgeput geraakt. Met als gevolg dat die cellen aanwezig in jouw maagwand en darmwand niet goed kunnen werken. Jouw voeding die in jouw spijsverteringskanaal belandt, ja, niet goed verteerd kan worden en dus sindsdien slecht verteerd onder in je darmen belandt, ja, en dan kan jij diarree gaan krijgen als gevolg daarvan. Jouw diarree kan dus wel gaan afnemen, mits de voedingstoestand in je lijf weer verbetert. Jij ervoor zorgt dat je lichaam weer aangevuld wordt in vocht en de essentiële stoffen waar het gedurende je burn-out van uitgeput is geraakt. Enkel dan, wanneer de voedingstoestand in je lijf als gevolg daarvan verbetert, zal ook de verdeling van vocht en voedingsstoffen over je weefsels, inclusief je maag- en darmwandweefsel, weer verbeteren. Kunnen die cellen weer beter gaan werken, kan jouw voeding weer goed verteerd worden. Dus van belang is dat. Dat jij wel blijft eten, want anders raak je lichaam alleen maar verder uitgeput. Maar dat je vooral je voeding gaat samenstellen met vocht en essentiële voedingsstoffen. Gaat minimaliseren in niet-essentiële voedingsstoffen, want dat is nodig om jouw lichaam te laten herstellen van uitputting. En ook jouw maag- en darmwandcellen weer goed te kunnen laten werken. Je voeding weer beter verteerd te krijgen en jouw ontlastingspatroon dus weer te normaliseren.